Howdy, dit is Cowboy Bobby. Ik ga vanavond de Digital Miss Pony verkiezing aan elkaar praten. Hier zie je dadelijk de 5 inzendingen. Ons teamleden Taylor en Michelle gaan er zo wat meer over vertellen. De rest van ons team heeft punten gegeven en zo komt er een winnaar. Maar er is ook een publieksprijs. Daarvoor wil ik jullie vragen de chat te gebruiken. Omdat er maar zo weinig inzendingen waren, heeft ons teamlid Michelle 3 video's ingezonden van haar ponies bij Pony of Achterkerken. Hallo allemaal, ik ben Taylor en ik ben een van de juryleden van de Miss Pony verkiezing op UHPPC Lover. Allereerst is de pony Diva en het thema is de spulletjes die op stal lagen. Ik zie van alles, ik zie vlaggetjes, ik zie zo'n soort hawaii-rokje, ik zie zelfs zakdoekjes om de voetjes, om het oor heb ik nog een aantal dingen gezien. En zelfs in de manen heeft ze, in de voorpluk heeft ze nog iets. Ik vind het erg leuk en heel erg kleurrijk. Als eerst dank jullie wel dat jullie allemaal mee hebben willen doen aan de Miss Pony verkiezing. Diva is heel mooi versierd met spulletjes die op stal lagen. Ik vind de vlaggetjes heel leuk gedaan. Het lijkt echt wel een feestpony. Net zoals aan de poten ze hangen. En de mooie slingers aan de manen. Het is heel origineel gedaan. En zeker voor alles wat op stal lag. Hier hebben we het volgende team, namelijk met het paard Blue. En ze hebben gekozen voor het thema blauw. Je ziet dat er een mooi blauw dekje met peesjes op gedaan is. Dat helemaal matchend is. En hun hebben dan ook een blauw kleed in dezelfde kleur gedaan. Het is heel leuk gedaan. En als ik denk ik goed zie, dan zit er ook zo een blauw elastiekjes in de voorpluk, wat heel mooi gedaan is. Oh, ik zie inderdaad een mooie blauwe been met peesbeschermers, een blauw chabrakje en ook de meiden dragen blauwe jurkjes. En een van de meiden draagt zelfs blauwe schoenen. Ook heeft ze iets blauws in de manen. Ik vind het erg leuk. Staat Blue ook heel goed. Dan hebben we Lightning met het thema Hawaii. Mooi Hawaii rokje, Hawaii kettingen om. Lekker Hawaii shirtjes, blauwe bandages, superleuk. Dan hebben we Playboy met het thema Indiaan. Nou, supermooi, het is echt een typisch Indianenpaard. Mooie rode peesbeschermers om, Indianen schoentjes aan, Indianen pakjes aan. En dan Blue met het thema blauw. Superleuk. Het is echt heel mooi Hawaii gemaakt. Je ziet zo de Hawaïse rokjes en dan ook mooi de kleur blauw zit ermee in. Dus heel mooi gedaan. Het volgende paard is Playboy. Echt een geweldige naam. Als Indiaan. Ja, je ziet dus dat hij heel mooi als Indiaan met veertjes. Ja, dat is heel leuk gedaan. Ik vind het heel origineel dat het thema blauw is gedaan met de naam Blue. Dan vervolgens hebben we de hond Saartje met als thema fleurige unicorn. Saartje heeft een mooie Hawaii-ketting om in allerlei verschillende kleuren en een mooie eenhoorn op haar hoofd. Het staat er super leuk en ik vind het heel knap dat je hond zo mooi blijft zitten. Ik zou willen dat hij van mij dat ook deden, maar dat doen ze niet. Het hondje Saartje. Ik vind het heel leuk gedaan dat het met de hond ook gedaan is. Aangezien dat met een paard wel makkelijker is, denk ik, dan met een hond. Mijn hond zou het niet toelaten en gewoon wegrennen. Het is echt een mooie fleurige unicorn met een unicorn diadeempje. En zo de mooie slinger rond de hals met heel veel leuke kleurtjes. En we hebben nog het paard Estelle. Estelle is een heel mooi springpaard, vind ik. Het is wel enorm bang, dus het is echt knap dat je die hebt mee kunnen doen aan de Miss Pony verkiezing. Door het mooie deken op te doen met een emoji. En ik zie ook dat jij heel blij bent dat hij dat doet. Het is ook een soort van schriktraining, wat dus heel fijn is. Dat hij eigenlijk zo rustig er precies bij staat. Ik weet natuurlijk niet, want ik stond er niet bij. Het is ook, jullie vormen een heel schattig team hoe dat je haar knuffelt. Ik vind het heel schattig. Paard Estella. En dat is dus een best bang paard. En dat is dus erg bijzonder dat ze al versierd kon worden. Ik vind het sowieso erg mooi dat je een leuke deken om de rug hebt kunnen doen. Er staat zelfs een knuffel op. En de eigenaar of de zorgster van het paard kan mooi het paard knuffelen. En dat vind ik erg leuk. En ook die heeft een mooi berenkapje om. En dat vind ik erg leuk. Dus ik vind alle deelnemers eigenlijk heel leuk gedaan. En ik zou zelf ook niet hebben opgekomen op al die mooie thema's. Dus dankjewel dat jullie allemaal hebben willen meedoen. Hier komen de ponies van Michelle, die bij Pony of Achterkerken gefilmd zijn. Het legerthema was Joy.
En nu komt het schelpthema, dat is Lily. Deze drie inzendingen, dadelijk komt het matrozenthema, dat is Fristy. De inzendingen van Michelle doen mee voor de publieksprijs. Dus jullie mogen allemaal stemmen. Onze teamleden hebben al gestemd voor de eerste 5 inzendingen. Die doen ook nog mee voor de publieksprijs. Maar nu krijgen jullie de uitslag van ons team. Dit is de nummer 5, het paard Estelle. De nummer 4, het hondje Saartje. De nummer 3 is de groepsfoto van Fran. De nummer 2 is Diva. En de nummer 1 is Blue. Gefeliciteerd! En onthoud, everyone's a winner! We hebben niet veel reacties uit het publiek gekregen, maar de nummer 1 voor het publiek is duidelijk Joy. En de nummer 2 is het hondje Saartje. Ook gefeliciteerd voor hen. En alle deelnemers krijgen binnenkort een certificaat van deelnemen. Hopelijk kunnen we dit later nog eens een keer doen, want ik zag ook al reacties komen met oh, vergeet een foto of video in te sturen. Tot de volgende keer. Yeah!